Hallo en leuk dat je weer kijkt naar een van mijn video's. En deze keer sta ik bij deze plant. Dit is de Braam Thornless Evergreen. En de Braam Thornless Evergreen is een hele bijzondere plant om een paar redenen. Nou, de eerste die kan je redelijk snel zien als je kijkt. En dat is namelijk het blad. Deze braam wordt ook wel een peterseliebraam genoemd. Omdat hij wat fijn ingesneden blad heeft. Maar de tweede naam, bijzondere feit wordt weggegeven door de naam. Namelijk, hij is groenblijvend. Tenminste, hij houdt best wel goed zijn groen. Hij is niet helemaal groen in de winter. En vooral als hij heel erg op de wind staat of heel erg in de kou, dan kan hij nog wel eens wat blad laten vallen. Maar als hij op een wat beschuttere plek staat, dan houdt hij wel zijn hele winter door zijn blad. En anders houdt hij tenminste heel erg lang. Nou, naast de sierlijke eigenschappen, dat groenblijvende en dat ingesneden blad, is de Thornless Evergreen ook natuurlijk gewoon een smakelijke braam. Rond deze tijd, dit wordt opgenomen in augustus, eerste week augustus eigenlijk, begin je te plukken aan de bramen en dat duurt ongeveer 4 tot 6 weken. Het zijn zoete, grote bramen, alleen de productiviteit van dit ras is niet zo super hoog. Dus voor deze plantje echt aan voor de combinatie van lekker fruit kunnen plukken, maar ook gewoon een mooie klimplant in je tuin. Nou, daar kom ik ook op een ander punt, dat klimplant. De braam is eigenlijk geen klimplant, maar een grote wilde struik en dat is ook zo bij de Thornless Evergreen. Alleen de meeste tuinen die kunnen dat niet hebben, zo'n hele grote wilde struik. En daarom adviseren wij eigenlijk altijd om zo'n bramenstruik aan te binden en dus een beetje als een klimplant te houden. En hoe je dat precies kan doen, dat kan je heel goed vinden op onze encyclopedie. Daar staat een stap-voor-stap beschrijving. Nou, je kan dus zo'n mooi rek hebben zoals we hier hebben, maar je kan natuurlijk ook gewoon palen staan en daar draden tegenaan spannen. Nou, als je zo'n braam gebruikt als klimplant, en eigenlijk ook als je hem gebruikt als struik, is het belangrijk om hem goed te snoeien. Een braam geeft fruit op 2-jarig goud. Dus takken die dit jaar groeien, dan kan je volgend jaar je fruit van plukken. Als takken eenmaal te oud zijn of ze zijn beschadigd, dan dragen ze niet goed meer fruit. Dus wat verzorging betreft is het belangrijk om de braam 1 keer per jaar, dat is meestal het eind van de winter of het begin van het voorjaar, te snoeien. En dan vooral de takken die vorig jaar fruit hebben gedragen of die beschadigd zijn, te verwijderen. Om jonge takken weer de ruimte te geven. Haal niet alle takken weg, want dan heb je volgend jaar geen fruit. Verder is de braam een redelijk makkelijke plant wat standplaats betreft. Hij staat het liefst op een beetje humeuze, iets lichter vochtige plek. Op zon of op halfschaduw. Dus als je een plek hebt die niet zo heel erg in de zon is, zoals eigenlijk deze plek hier, dan is het echt een ideale plant. Verder is het een hele gezonde plant die weinig onderhoud nodig heeft. Dus echt een hele goede optie voor de makkelijke moestuin. Nou, wil je meer weten over deze braam? Of over hoe je hem kan verzorgen of planten? Kijk dan even op onze encyclopedie. En wil je graag een struikje kopen? Neem dan een kijkje in onze webwinkel.